Wat voor een boek? Dat is een hele moeilijke vraag, want dan vraag je eigenlijk van wat voor soort of zo. Bij soorten denk ik altijd van, nou, dat past nooit ergens helemaal in. Ja, in de recensie in Trouw stond bijvoorbeeld dat het een huwelijksroman was. Dat vond ik heel apart, want ik dacht, goh, een huwelijksroman? Daar heb ik eigenlijk nooit naar gekeken, want voor mij gaat het toch vooral eigenlijk meer over ja, eenzaamheid. Maar ja, dat heb je natuurlijk ook veel in het huwelijk, dus in die zin, ja, misschien is het wel een huwelijksroman. Maar een andere criticus noemt het, Fleur Speet noemde het een denkroman. Dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. Want ik schrijf wel heel erg vanuit de gedachten van de personages. Het is altijd veel meer van binnenuit. Ik volg de gedachten en ik kijk. En ik wil juist ook laten zien hoe hoe verschillende personages toch een heel andere ervaring, een heel ander beeld hebben bij eenzelfde situatie. Dus ja, maar ik zou zelf helemaal niet. Ik zou zelf niet weten van hoe ik. Wat een Ja, goede een boek zou. typering is. Nee, hoe ik het zou moeten typeren, wat voor soort boek het is. Ja, Ik vind ik wist zelf moeilijk. helemaal niet van het bestaan van huwelijksromans, maar. Nee, ik vond het ook een heel. Bij mij bracht het ook een soort ja, associaties met 19e-eeuwse romans of zo. Ik zou zelf geneigd zijn om te denken: het is een psychologische roman, of misschien zelfs wel een ideeënroman. Ja, daar neigt het meer naartoe, ja. Kan je heel in het kort iets zeggen over de inhoud? Over het verhaal? Ja, wat het voor in dat opzicht voor een soort boek geworden is, inhoudelijk? Bedoel je in het idee opzicht of Nee, meer even heel kort een lijnverhaal. Wat beschrijf je? Ik beschrijf dat twee mensen die al 15 jaar samen wonen, samen leven, een reis maken naar Dakar, naar een kunstbiennale eigenlijk in Senegal, omdat de vrouw Aaf die gaat een stuk schrijven over die kunstbiennale en haar vriend gaat mee als een soort vakantie. En ja, daar gebeuren er eigenlijk allemaal onverwachte dingen die niet de bedoeling waren. Want ze hadden juist het idee van, nou, dit moet een soort ja, toch vakantie, ontspanning worden. Maar ja, zij wordt ziek, ze krijgt voedselvergiftiging. En hij gaat er dan eigenlijk vandoor en valt met een motor. Hij huurt een motor, valt. En ja, ontmoet dan een andere vrouw. Nou ja, zij blijft achter. En dan gebeurt van alles. Ze verkoopt paspoorten. Maar het gaat er eigenlijk om dat ze dan. Ze zijn. In Senegal zijn ze samen. Maar eigenlijk bijna heel die reis zijn ze geen moment echt samen. Zij zit op een gegeven moment. Of het begint ermee dat ze in een hotelkamer zit opgesloten. Hij heeft haar opgesloten. Nou ja, en eigenlijk die plaats, dat symboliseert ook heel erg hoe ze met elkaar omgaan. Want ja, in heel hun samen zijn ze eigenlijk nooit heel erg samen geweest. Want ze hebben eigenlijk altijd al ja, redelijk langs elkaar heen geleefd. Of in elk geval ja, elkaar nooit echt tot elkaar kunnen doordringen. Dus ja. Ik las jouw boek en dacht, dit is een boek over onvrijheid. Ja. Klopt dat? Ja, nou, het gaat wel heel erg over hoe individuen, ja, op wat voor manier bedoel jij onvrijheid? Want onvrijheid in het beeld dat de mens van zichzelf heeft. Onvrijheid in het beeld dat de mens van de ander heeft. De onvrijheid in de verwachtingen jegens de ander. De onvrijheid in de gender zelfs. Dat vond ik eigenlijk nog het meest opmerkelijke, dat het wel lijkt alsof bijna al die situaties en wat die personages van jou overwegen, allemaal enorme onvrijheid ervaren. En ook niet in staat, niet een weg zien om te ontsnappen uit hun Nou ja, onvrijheid. het gaat inderdaad ja, in die zin dat zo vind ik het inderdaad ook over onvrijheid gaan. En ook over een soort isolatie van het individu. Dat je nooit
Ja, aan de ene kant dat je dus nooit de ander helemaal kunt bereiken. Dus dat je in die zin geïsoleerd bent en eigenlijk altijd alleen. Maar ook hoe je juist door de ander en door de maatschappij, door de samenleving, toch in een bepaalde rol geduwd wordt. En ja, daar ook, eigenlijk ook heel alleen in bent. Dus het gaat ook heel erg over, ja, toch ook over eenzaamheid. Maar aan de ene kant is dat tragisch. Maar ik heb toch ook willen aangeven zoals de hoofdpersoon Aaf. Aan de ene kant is het misschien een tragische figuur, maar ik vind haar ook sterk ergens in haar eenzaamheid. En zij ervaart uiteindelijk ook toch een gevoel van vrijheid. Of ze merkt in elk geval wel dat er een mogelijkheid is onderaan te ontsnappen. Maar dat is eigenlijk door nog meer toe te geven aan die individuele situatie of conditie. Is dat wat je wilde zeggen? Dat er een uitweg is uit dat isolement? Nou, is dat niet zo bewust? Ik heb niet echt een boodschap. Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar het is namelijk ook, voor mij is dat schrijven ook gewoon een zoektocht. Dat ontstaat ook tijdens het schrijven. Dat ik denk van, nu moet er dit gebeuren. Ja, het is ook een soort. Het is ook niet alleen de psychologische ontwikkeling, maar ook in het verhaal en ook hoe de verschillende situaties wegen. Je moet een soort balans vinden. En zo ontstaan er ook nieuwe ontwikkelingen. Maar begin je zonder een gedachte aan zo'n boek? Nou, het grappige is dat bij dit boek, dat begon eigenlijk met het idee van paspoortverkoop. Ik was eigenlijk, en dat is verder eigenlijk niet een heel belangrijk element in het boek of het verhaal. Paspoortverkoop opgepikt ergens als nieuwsfeit of nee, verhaal gehoord in je omgeving? Nee, ik dacht gewoon, ik heb het altijd heel wonderlijk gevonden dat zo'n document zo belangrijk is voor je leven. Terwijl het ook gewoon zo'n papiertje is. Dat is heel vanzelfsprekend, maar goed, ik verbaas me wel vaker over vanzelfsprekendheden. Soms worden mensen zich daar dan weer meer bewust van dan bijvoorbeeld bij de discussie over dubbele nationaliteit of ook bijvoorbeeld bij identificatieplicht, dat je je moet kunnen identificeren. Het schijnt over identiteit te gaan, maar eigenlijk gaat het nog meer over territorium, toch? Zo'n paspoort van waar je mag zijn, waar je kunt komen, niet kunt komen. Die idee, toen dacht ik, je wil gewoon dat ze het verkopen. Of dat ze het kwijtraken, of het of iets. Hè. Dus, en dat daarmee een identiteit en een territorium verdwijnt. Ja, daar ging het wel in eerste instantie voor mij om. Maar dat zit er natuurlijk misschien wel een beetje in, nog symbolisch. Maar verlies van het zelf, of zo. Is dat wat je... Nou ja, of verlies van een vaste identiteit. Of dat er een soort openheid ontstaat van een nieuw te definiëren identiteit. En dat is ook wat zij ervaart op dat moment, hè? Want even concreet, in Senegal is er kennelijk, althans dat beschrijf je in dit boek, is er handel in paspoorten die gestolen zijn of als gestolen zijn opgegeven? Ja, nou, ik weet daar verder eigenlijk, om eerlijk te zijn, niks vanaf. Maar dat is er ongetwijfeld. En dat is er ook in bijna alle landen. Hè. Ik bedoel, ik heb ook wel eens in bijvoorbeeld in Thailand dat er iemand mij wel aanbood om een paspoort te kopen. Dat kan volgens mij in elk land wel waar... mensen graag bijvoorbeeld naar het westen willen verhuizen. Dus, bij ja. Dit idee begon je? Ja, en verder is dat helemaal naar de achtergrond geraakt. Ik leid ook helemaal niet uit over dat idee van identiteit of terrein of territorium. Maar het zit er wel in, dus daarmee begon ik. En ik wilde ook dus dat het ging over twee mensen die samen daar zijn en elkaar in de greep houden. En toch ook juist helemaal niet samen zijn. Maar zo vaag was het. En hoe gaat dat dan vervolgens in zijn werk? Hoe lang ben je met zo'n boek bezig? Ik heb met dit boek heb ik 4 jaar over gedaan. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik schrijf ook aan een proefschrift. Dus ik wissel het af. Dus het is niet zo, sommige schrijvers zijn echt fulltime schrijvers. Maar... Ja, dat heb ik niet gedaan. Ik heb niet die gelegenheid gehad. Ik zou het wel willen eigenlijk.
Ja. Maar hoe gaat het proces? Hoe verloopt zo'n proces? Want er is een idee, verlaat het idee weer en dan? Toen dacht ik al vrij snel dat zij opgesloten moest worden in die hotelkamer. Nee, ik bedoel eigenlijk meer hoe het ontwikkelen van zo'n idee in zijn werk gaat. Ja, maar goed, dat is heel lastig om dat te zeggen, want het is... Dat is een soort spoor zoeken achteraf dan, of achteruit je voetstappen teruglopen of zo. Maar ik kan het heel moeilijk zeggen eigenlijk. Want dat is, wat ik net zei, dan begin ik dus wel dat ik denk van oké, ze zit in die hotelkamer opgesloten en het moeten haar gedachten zijn in het begin. En dan begin ik met die gedachten. Maar dat komt... tijdens het schrijven komen die gedachten ook op en komen die ideeën ook op. En dat is heel moeilijk. Want zoals bijvoorbeeld dat hij, de mannelijke personage Ralf, hij heeft op een gegeven moment ontmoet hij ook een transseksueel. En daar heeft hij een soort affaire mee. En dat erin kwam, dat is ook echt zoiets wat dan ineens in me opkomt. Maar dan valt dat uiteindelijk ook weer op zijn plaats. Want zij komt dan aan het einde weer terug in die kunstfilm. Ik weet niet of je dat kunt herinneren. Ja, dus dat maakt me dan heel blij. Maar dan, dat bedenk ik me dan gewoon ineens. Oh ja, ze moet dan weer daar... terugkomen en dan klopt het. Maar er zijn ook... Het is niet zo dat je vooraf een uitgedacht kloppend plan hebt en een route aflegt en zegt ik begin bij A, ik eindig bij B en onderwijl ontstaat mijn verhaal. Nee, vaak heb ik dus wel, of vaak, ik heb wel een soort één kleine spanningsboog of zo. Maar dat is alleen maar, bijvoorbeeld bij dit boek was dat alleen maar, zij gaan naar Dakar. Ze verkopen hun paspoorten. That's it. Eigenlijk. En dat is daaromheen moet het allemaal gebeuren. Terwijl dat is dus helemaal niet belangrijk uiteindelijk. Of wel belangrijk, maar het is niet een soort plot waar alles omheen draait. En dan terug even naar. Even los van de verhaallijn, terug naar wat het boek misschien wel zegt. Weerspiegelt dat boek dan ook iets van jouw eigen denken over de manier waarop mensen met elkaar omgaan? Of is dat, ontstaat dat juist die gedachtegang ook al schrijvend? Onderzoek je hem? Het is wel zoals een wetenschapper doet. Ja, het is wel een onderzoek, want ik probeer dan ook verschillende perspectieven in te nemen. Zoals ik kijk dan ook bijvoorbeeld inderdaad, zoals Ralfs perspectief is toch anders. Hij wil ook veel liever juist soort dat mensen elkaar vasthouden en zekerheid. Hij is veel meer op zoek naar zekerheid dan zij eigenlijk. Zij is ook veel individualistischer. Dus het is wel een soort onderzoek van verschillende manieren van kijken. Maar er zit zeker wel heel veel van mezelf in dat ik zo naar de wereld kijk. Ja, denk het wel. Maar van alle twee, hè? Ik ben evenveel dan Ralf, of Ralf is dan evenveel deel van mij als Aaf. Het is niet zo dat ik één van die personages dat je kunt zeggen van oh, dat is Janne Loontje. Dat is helemaal niet. Eigenlijk val ik dan een beetje uiteen in al die personages, ook bijvoorbeeld die Iris. Dat zou ik dan net zo goed ook. Een van de bijpersonages, ja. En wat je doet is, je beschrijft mensen die intense worstelen met zichzelf en met de ander. Ja. Maar je voorziet je boek ook van een motto van Louis Malle. Ja. Die, je hebt het beter paraat dan ik waarschijnlijk. Ja, dat je uiteindelijk toch op zoek bent naar de liefde om een notie van het onbevattelijke te krijgen. En dat verder niets ertoe doet. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus aan de ene kant zijn mensen... toch bezig met het vinden van een soort autonomie, hè? Of onafhankelijkheid. Dat is toch, ik denk dat iedereen dat wel zou wensen, toch? Dat je een soort onafhankelijkheid hebt en dat je, dan ben je weerbaarder, toch?
Maar aan de andere kant is het toch de liefde natuurlijk voor iedereen ook het meest van belang. Maar liefde maakt je kwetsbaar. Dus het is die balans ook waar je telkens, waar iedereen mee worstelt. Ja, het is eigenlijk een basisgegeven. Maar dat zit er wel zeker in, ja. Vergis ik me als ik het gevoel krijg dat het, ook, dat het niet een heel opgewekt mensbeeld is dat je schildert? Ja, ik weet het niet. Het is misschien... Ik vind het niet treurig eigenlijk. Nee. Kijk, ja, wat heel duidelijk wordt in het boek is dat iedereen alleen is. Maar ja, god, dat is nou even zo. Ja, kun je wel zeggen, dat is niet opgewekt. Maar ja, dat zal nooit anders zijn. Nee. Zo is het. Ja. Dus, nee, voor mij zat dat eigenlijk meer in de onvrijheid. Waar we ons gesprek mee begonnen. Ja. Ja. Ja, maar... ik denk dat heel veel mensen daar dus inderdaad mee worstelen. Maar ik vind in het boek... Ik vind toch dat er wel momenten in zitten waarin er wel vrijheid wordt ervaren. En ik vind het niet treurig. Nee. Ja. Nee. Er is vrijheid, zeg jij. Er zijn momenten van vrijheid. In een mensenleven. Ja, er zijn momenten van vrijheid. Zeker, zeker. Ja. Vrijheid van geest, vrijheid van denken, vrijheid van ideevorming, vrijheid van verlangen. Bereik je nooit waarnaar je verlangt. Er is heel veel vrijheid. Maar dat is wat jij beschrijft, is in de opsomming die je maakt, 90% een intellectuele vrijheid. Ja. Dat is waar vrijheid uit bestaat, denk ik. Ja, wat zij dan ervaart op het moment dat ze heel erg stoomd is... is dat ze gaat denken van, eigenlijk is er alleen het nu. Nou ja, dat is eigenlijk zo'n soort open deur natuurlijk. Maar zij ervaart dat dan ineens heel intens. En dat is natuurlijk ook een vorm van vrijheid. Gewoon echt hier op dit moment kunnen zijn. En daar ook tevreden mee kunnen zijn op dat moment. Dat is natuurlijk ook vrijheid. Dat is een vrijheid die ik heel moeilijk vind om te bereiken. Om hier in het nu te zijn. Ja, ik geloof het wel. Maar af en toe kan dat wel. En dan heb je even een geluksmoment, denk ik. Ja. Dat is toch wel vrijheid. Vrijheid en geluk zijn toch wel aan elkaar verbonden, denk ik. Is er... zat ik mij zo even af te vragen... een relatie tussen je wetenschappelijke... want je bent ook nog wetenschapper, hè? Is er een relatie tussen je wetenschappelijke werk en bijvoorbeeld dit boek? Je belletrie of je poëzie misschien wel? Er is wel natuurlijk een fascinatie. Dus mijn wetenschappelijk werk gaat over literatuur eigenlijk. Dus in mijn proefschrift kijk ik naar de grote modernisten. William Faulkner, Virginia Woolf, Franz Kafka. En ik kijk naar hoe zij in de populaire cultuur worden gerepresenteerd. Dus eigenlijk bijvoorbeeld Oprah Winfrey die 3 boeken van William Faulkner voor haar boekenclub uitkiest. En ik kijk naar hoe zich dat verhoudt tot de filosofische en theoretische boeken die er zijn geschreven over deze auteurs. Want het zijn iets zowel in populaire cultuur als ook in de academische cultuur en filosofische teksten zijn het iconen van eigenlijk hoe je zou moeten schrijven bijna. Het zijn echt de grote literaire auteurs. Dus ik kijk een beetje naar hoe zij eigenlijk de voorbeelden zijn geworden van wat literatuur zou moeten zijn. Zowel voor hoge als lage cultuur, als je die woorden nog mag gebruiken. En dan ook als het gaat om de populaire cultuur, zeg je. Dus ja, de uitstraling naar de filmindustrie of de uitstraling naar de muziek. Ik kijk ook boekverfilmingen bijvoorbeeld van die boeken van deze auteurs. Of bijvoorbeeld dat Cunningham Virginia Woolf's boek
min of meer gebruikt voor zijn eigen boek. En dat wordt dan weer verfilmd in die Hours. Waar Virginia Woolf ook een rol speelt. Of Nicole Kidman speelt die rol, maar ze speelt Virginia Woolf. En dan terug naar mijn vraag. Wat de... Ja, precies. Dus er is wel een fascinatie. Dus de fascinatie is denk ik wat gedeeld is. Dus een fascinatie met schrijven, literatuur en de plaats, de verhouding van, of de rol van literatuur in de samenleving. Dus het is meer, denk ik, dat ik als schrijver ook dan nieuwsgierig word naar, ja, wat het betekent eigenlijk schrijven voor de samenleving, voor het leven, voor andere denkvormen, beschouwingsvormen. Dus het is meer op die manier dat ik tot mijn wetenschappelijk onderzoek kom, dan dat ik als een wetenschapper naar mijn eigen werk kijk. Want dat doe ik eigenlijk niet. Dat kan ik ook niet. Want voor mij is ook het schrijven is echt... Dat is een heel ander soort van concentratie, denken. Voor mij is het literaire schrijven is een intense concentratie. Maar ook daardoor... Het is ook mijn ultieme vorm van ontspanning eigenlijk. Want daarin verdwijn ik helemaal. Geluksmoment. Nou, misschien wel. Hoewel het ook heel moeilijk kan zijn. Maar het is in elk geval... Het is een ontsnapping. Misschien... Niet een vlucht, want dan denk je dat je echt ergens voor weg moet. Maar het is meer zo dat alles verdwijnt. Kan je het vergelijken met dat stoned zijn dat je zo even beschreef? Bij jouw vrouwelijke personage? Ja, nou wel misschien dat... dat je dan helemaal opgaat in één idee. Dat je helemaal dan en ook daar helemaal van overtuigd kan zijn dat dat heel interessant is. En als je dan weer nuchter bent, dan denk ik van, goh, was dat het nou? Dus in die zin kun je dat misschien vergelijken. Nou, het is wel zo dat je in het schrijven dat wel de tijd verdwijnt. Of je vergeet de tijd. Hè? De tijd kan ook... het kan heel langzaam gaan, maar ook heel snel. In elk geval ben je er niet meer van bewust. Als je echt die concentratie hebt, want dan vergeet je gewoon echt de rest. En dat is, dat is ook de ontspanning daaraan. Omdat je allerlei zorgen kunt hebben, weet je wel. Werk, kinderen, boodschappen, noem maar wat. Weet je? Gewoon alle dingen, die verdwijnen dan, die zijn er dan niet meer. En dan zit je echt in een andere werkelijkheid op dat moment, in dat verhaal. En dat is, dat is misschien wel een soort opgaan in de muur. Of ja, of het verdwijnen in de tijd eerder. Ja. En dan nog even een nieuwsgierige vraag over je wetenschappelijke werk. Want dat bleef liggen zo even. Jij zei dat je probeert onderzoek te doen naar betekenis van het schrijven voor de samenleving. Hè? Ja. Is daar op een heel eenvoudige manier iets over te zeggen? Nou, ik heb het wel opgedeeld in allemaal subvragen. Ik vind het is heel moeilijk natuurlijk, maar je merkt bijvoorbeeld wel dat er een tendens is naar mensen willen graag ook autobiografieën lezen bijvoorbeeld. En lezers willen toch vaak ook meer weten over de auteur, de schrijver, zeg maar, achter het verhaal. Er is een heel erg hang naar waarheid. Terwijl je kunt juist, ik denk juist dat fictie, maar ook autobiografie, wat daaraan interessant is, is juist de vraag, wat is waarheid? Want eigenlijk is, je zou ook kunnen zeggen dat iedere roman autobiografisch is. En elke autobiografie is fictief. Dus je weet helemaal niet precies wat waar het nou precies is, maar je ziet toch... vooral inderdaad in die populaire cultuur, dan zoals Oprah Winfrey, zit er een enorme hang naar het verhaal achter het verhaal. Of naar toch de waarheid achter het verhaal. Nou ja, dat soort dingen, dat vind ik dan wel interessant. Ik denk dat dat iets zegt over, ja, dat we op zoek zijn naar, eigenlijk meer naar onszelf, of iets over onszelf te leren, of de lezers dan, hè? Dan dat ze echt iets, dan dat ze echt willen ontsnappen, of dat het een, dat ze gewoon een boek op zich lezen. Ze willen er echt iets mee kunnen, ze willen er het op zichzelf kunnen betrekken. En voort mee kunnen, bedoel je dat? Ja, ze willen er iets van leren, iets van opsteken, of
En troost misschien? Ja, ook. Vereenzelviging? Ja, vereenzelviging. Het vinden zijn van bijna, een... bijna de dingen die je ook over religie kunt zeggen, hè? Ja, op wat voor manier? Nou, dus, troost, vereenzelviging, ja. Zelfverwerkelijking, begrip. Ja. Ja, misschien dat is ook natuurlijk, zoals we wel hebben gezegd, dat tv zeg maar de kerk vervangt. Dat kun je natuurlijk ook over verschillende vormen van literatuur zeggen. Ja, nou ja, dat is één aspect. Verder is het ook zo dat steeds meer mensen willen natuurlijk schrijven. En ook bijvoorbeeld creative writing courses. Vooral in Amerika is dat echt... booming business en ook op universiteiten, maar ook daarbuiten. Ook zelfhelp schrijfboeken worden ontzettend goed verkocht. Steeds meer mensen willen schrijven. Je hebt ook allemaal cursussen, memoires schrijven, nou ja, alles. En dus dat vind ik ook fascinerend. Waarom willen zoveel mensen schrijven? En ik denk, daar spelen ook verschillende aspecten een rol. Want je hebt bijvoorbeeld ook het hele idee dat schrijven gezond is. Dat het healing is. Vooral dus inderdaad in de Amerikaanse cultuur heb je dat nu heel sterk. Dat speelt mee. Maar mensen willen zichzelf ook ergens... Ze willen zichzelf vastleggen op de een of andere manier. Dat zie je natuurlijk ook door iedereen. Dat iedereen de hele tijd aan het filmen is en foto's nemen. Maar mensen willen ook hun eigen herinneringen ook vastleggen. Dus nou ja, en hoe zich dat dan weer verhoudt tot de literatuur. Hè, wat dan toch wel iets meer is dan alleen maar dat neerkrabbelen van eigen herinneringen en zo. Ja, dat soort vragen, dat intrigeert mij. Want die mensen die dat doen, die denken toch dat ze bezig zijn met literatuur. En ja... Nou, dus dat soort vragen die intrigeren mij, fascineren mij en daar doe ik onderzoek naar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt oplossingen of antwoorden heb. Het is meer een soort in kaart brengen. Dus wat dat betreft ben ik misschien ook helemaal geen goede wetenschapper. Tot slot nog, als je naar je eigen werk kijkt, hè? Je hebt poëzie geschreven, je hebt romans geschreven. Vind jij zelf een grote lijn in? Ik denk wel dat het... Het gaat uiteindelijk volgens mij allemaal toch om de miscommunicatie. En om toch de eenzaamheid van de mens daarin. En hoe taal... aan de ene kant stelt taal ons juist in staat te delen. En tegelijkertijd merk je juist dat... als ik iets vertel... Nou, misschien begrijp jij het wel op een heel andere manier. Hè? Dus je deelt nooit helemaal precies hetzelfde. En ook als je iets een tweede keer vertelt... wordt het ook weer iets anders. Dus daar gaat het heel sterk over. En tegelijkertijd is taal natuurlijk ook maar één van de vele vormen van communicatie. Want je communiceert ook door je lichaamstaal, hoe je de ander bekijkt, maar ook geur, op verschillende manieren. En ook dat natuurlijk... taal stelt je ook in staat te liegen. En dat vind ik ook heel fascinerend. Dat doen ze in mijn roman ook steeds. En ze stellen ook dan de vraag. Of zij stelt vooral de vraag van wat is dan eigenlijk de waarheid? Want al vertel ik de waarheid, dan begrijpt u me niet. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Dus daar gaat het toch in al mijn werk steeds opnieuw over, denk ik.